boot is arrived. Kijk, we hebben hier de koffer erbij en we lopen nu eventjes richting haar appartement om in te checken. Oh, snel, het is groen. Nou, en kijk eens hoe mooi het hier weer is. Heerlijk. We gaan lekker genieten deze week. Zeker weten. We zijn nu in Mercat, de Kolom. Dit is een soort van, nou, een beetje net zoals de foodhall in Amsterdam. Ze zijn de boom aan het optuigen. Kijk dan. Ja, het is echt zo leuk. Echt leuk. En we gaan wat eten, want ik sterf. Ik heb alleen ontbeten. Het is al 5 uur. Dus ik moet even wat gaan eten. Laten we even wat gaan zoeken. Altijd de eerste dag in Valencia. Wat gaan we dan doen? Cheers! Uit de Valencia drinken. Heerlijk! En het hele leuke café hier. Echt superleuk! Hier! Wat smaakt het naar? Ja, soudran zit erin, maar er zit ook iets van drank in, maar ik weet niet wat het is. Wat zit erin? Vodka en gin. En cava en... Oké. Nou, ik zal lekker slapen vannacht. Nou, wij zijn eventjes een museumtour aan het doen vandaag. In de kathedraal in Valencia. Echt een super groot museum zit erachter, dat wist ik helemaal niet. Maar nou, we gaan even wat cultuur hier opsnuiven. En ook, ik laat zo even de kathedraal zien. Echt super mooie kathedraal. Dus nou, wel een tipje waard, hè? Ja, zeker. Het is wel echt de moeite waard. Heel mooi echt leuk. Zo. Ik denk dat de kerkers zijn. Nee, dit is Human Remains. Oh. Zo, nou, het ITVA is afgelopen. 1 dag eerder dan gepland in verband met de nieuwe coronamaatregelen in Nederland. Dus ja, en eerlijk gezegd vond ik het niet heel erg. Want ik heb dus de afgelopen 2 weken non-stop gewerkt. Dus ja, ik was er ook wel even helemaal klaar mee uiteindelijk. Superleuk om te doen natuurlijk, maar als je elke dag moet werken, ben je er ook wel een keer klaar mee. En ook wel een beetje met deze hele drukke stad. Het is wel gek, als je dus al minder in Amsterdam bent, dan... Moet je wel weer even wennen aan die drukte ofzo. Terwijl ik ben opgegroeid in Amsterdam, ben gek op Amsterdam. Maar ja, als je dan zo lang weer even niet hier bent en je komt hier weer, dan is het toch best wel hectisch en druk allemaal. Morgen weer lekker naar Valencia toe, naar Paulien. En wat ga ik nu doen? Ik ga nu even bij Koen langs. En Koen, dat is het broertje van Paulien. Want die heeft een nieuwe woning. Dus ik ga even meekijken, want het is nog helemaal in de oude staat. En we gaan even kijken of we er iets heel moois van kunnen maken. Dus even meedenken met een beetje de styling en hoe het eruit gaat zien. Dus ik ben super benieuwd hoe het eruit ziet. Ik moet dus vandaag nog best wel veel doen. Ik ga nu dus even langs Koen, even het huis bekijken. Dan ga ik vanavond nog eten bij mijn moeder. Ik moet ook mijn koffer nog even inpakken. En morgen vlieg ik om 5:30 s'avonds, maar ik moet al om 11 of 12 uur moet ik uitchecken uit het hotel. Dus dat, dan moet ik even de tijd nog doden. En dan lekker terug naar Valencia. Ja, als ik hier loop is het toch ook wel... Het blijft een hele mooie stad natuurlijk. En wel dus zoals ik net zei, best wel druk hier. En ja, dat ben ik dus toch niet meer zo gewend. Als je dan zo'n lange tijd in Mexico zit, in Azië, ja, dan ben je toch wel een beetje een ander soort levensstijl gewend. En hier is het allemaal weer, ik loop met een dikke winterjas. Ik heb handschoenen gekocht gisteren. Terwijl ja, wat heb ik daar eigenlijk aan straks? Maar goed, het is toch wel even fijn om ze nu te hebben. Want we blijven ook nog tot januari in Valencia. En het is in Valencia, heb ik van Paulien gehoord net, wel iets warmer dan hier. Maar ook nog best wel fris. Dus ja, dat wordt de kerst toch nog waarschijnlijk wel even lekker met handschoenen aan. Ook wel zo leuk misschien. We hebben natuurlijk ook kerst gevierd in onder andere Vietnam. En dan zit je op het strand. Natuurlijk super leuk, maar het is niet echt kerst. Hè? Dus we gaan lekker kerst vieren met nog een beetje kou. En dan hopelijk begin volgend jaar lekker weer naar de zon toe. Nou, als het goed is, zijn we er. Kijk, daar is die. Even op de rode knop drukken. Vind je wel een mooie straat ook, joh. Echt een mooie straat. Het is een mooie van die oude pandjes allemaal. Kijk naar de piepbel, ik heb aan ingedrukt. Gewoon allemaal.
Altijd goed. Hey! Ja! Jee, ja, is open. Ik kan hier niet zo goed nou, mee omgaan. Heb ik lekker bij Koen geweest en nu ben ik bij mijn moeder en dan zitten we lekker stoofvlees te eten. Toch? Erg heb lekker. Je lekker stoofvlees gemaakt? Zelf gemaakt? Zeker. Toch? Of heb je het uit een pakje gehaald? Nou, zeker. Een pakje. En verse koolsla. Ook nog. Heerlijk. En friet. Ja. Uit de airfryer. Uit de airfryer. Ja. Zoete aardappel. Nou, dan gaan we even lekker proeven. Erg lekker. Op plek dus. Ja, dat zou ik doen. Wil jij ook een schepje? Ja. Hou op. Is dit leuk? Ja. Het is leuk en lekker. Nou, het is maandagmiddag en ja, ik vlieg vanavond dus naar Valencia terug, net uitgecheckt uit het Prinsengracht hotelletje. En ja, nu even bij een nieuwbouwproject kijken waar wij eventueel interesse in hebben, ik met Paulien samen, om dat misschien aan te kopen. En ja, ik ben nu nog in Nederland, dus ik dacht ik ga gewoon even kijken of het wel is en waar het nou precies ligt. En het duurt nog een aantal jaar voordat het af is en ja, er is niet zo heel veel te zien. Maar ja, het is wel even leuk om toch even meer feeling erbij te krijgen. En ja, dat helpt misschien ook wel met de beslissing die we moeten gaan maken of we het dus willen aankopen. Dus ja, even kijken hier. Ik zie hier al wel een ander gebouw, maar dat is het volgens mij niet. Even kijken. Nee, dat is het niet. Maar er wordt hier wel heel veel gebouwd en dat is wel leuk. Het is in de buurt van station Sloterdijk in Amsterdam. Het is wel buiten de ring, maar dat is ook niet te doen trouwens. Ik heb, moet kijken, met mijn koffer, niet te doen met al die dingen. Maar ja, ik wil alles op de laatste dag nog even doen en er is veel te doen. Dus ja, het is even doorzetten. Dus ja, even rondkijken hier, hartstikke ja, in ontwikkeling allemaal zo te zien. Maar ik denk, hè, je moet altijd even wat verder denken dan wat je nu ziet. Ik denk dat het hier best wel heel erg leuk kan worden. Vlak bij het station Sloterdijk, dus dat is ook heel handig. Nou, ik heb eindelijk de bouwplaats gevonden waar het nieuwbouwproject komt, waar wij in geïnteresseerd zijn. Het begint ook lekker te regenen hier, heerlijk in Amsterdam. Maar ja, ze zijn al wel aan het bouwen en volgens mij is dit nog een ander project. Want wat wij eventueel gaan kopen, dat moet nog helemaal, daar zijn ze nog helemaal niet mee bezig. Maar ja, het ziet er nog vrij kaal uit, maar ik denk wel dat het kan worden. Ze zijn in ieder geval hard aan het werk. Hier, ik zal het even laten zien ook aan je. Zo, nou, de week is alweer voorbij. Het is zo super snel gegaan. Mijn moeder is alweer teruggevlogen naar Nederland. Vanochtend heb ik lekker gesport. Ik ben naar de kapper geweest. Oh mijn god, wat ziet het altijd goed uit hier. En ja, ik ga de rest van de dag eens even lekker chillen. Waarschijnlijk ga ik gewoon helemaal niet meer de deur uit met dit mooie haar. Maar ja, is ook een beetje zonde. Maar ik ga gewoon nog even een paar dagen helemaal relaxen. En nog wat werk doen. En dan komt Bart gelukkig alweer deze kant op. Ik heb er super veel zin in. Ik heb hem heel erg gemist. Twee weken zonder elkaar is echt veel te lang. Wij zijn al afgelopen 3 jaar 24/7 samen geweest. Omdat we natuurlijk ook veel ja, overal ter wereld wonen. Dus ja, die 2 weken dat gaan we denk ik niet zo snel weer doen. Maar goed, het was ook wel echt even fijn om quality tijd met mijn moeder door te brengen. En hier eventjes alleen te zijn. Om ook goed over dingen na te denken. Ik heb nog veel beslissingen te nemen, ook voor volgend jaar. Zijn druk bezig met de plannen voor de bedrijven. Dus ja, super interessant allemaal. En de afgelopen dagen waren heel gezellig. Samen met mijn moeder, helaas, kreeg ze wel buikgriepverschijnselen. En denk ik een buikvirusje opgelopen. Super jammer natuurlijk. En voor haar ontzettend vervelend. Was echt niet lekker. Dus we hebben helaas niet zoveel lekkere dingen kunnen eten. Niet zoveel tapas gegeten. Geen minuut al die. Ja. Oh, die arme schat, die kon echt niks echt ja, binnenhouden. Was alleen maar misselijk. Dus we hebben gelukkig wel wat leuke dingen nog kunnen doen, dus daar heb ik je meegenomen. En ja, op naar een volgende week. En ja, er staat weer veel te wachten, want we hebben flink wat beslissingen te nemen over het nieuwbouwproject, of we dat wel of niet gaan doen. En ik zei het al, de plannen voor volgend jaar, dus nou, we zien je graag weer volgende week. Bedankt voor het kijken van deze video. Vond je het een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En abonneer je op dit kanaal. Bye!